Hallo, welkom. Wat leuk dat je er bent. Wie zit er? Hallo, daar ben ik weer. Hallo, fijne dag. Nee, zo gaan we ook niet beginnen. Nou, ik wens je natuurlijk wel een fijne dag, maar ik ga natuurlijk niet zeggen hallo, fijne dag. Goedemorgen, kan ik iets voor u doen? Heeft u iets nodig? Heeft u alles kunnen vinden? Hallo, oh wat ontzettend leuk dat je me gevonden hebt. Of ontzettend leuk dat je me weer gevonden hebt. Welkom, welkom bij Breipraat, filmpje 19. Filmpje 19 alweer, jeetje. Over een poosje heb ik een half jaar jubileum of zo. Ik ga eens kijken wanneer ik eigenlijk begonnen ben. Heb ik dat in mijn boekje geschreven? Nou, dat doet er natuurlijk op dit moment helemaal niet toe. Welkom, welkom bij Breipraat. Ik zal me voorstellen, ik ben Ineke van Luna Sternit. Je kunt me vinden op Instagram, Refory en hier op YouTube onder de naam Luna Sternit. Ik praat heel graag over breien, over handwerken. Ik naaig, ik kan borduren niet zo goed, maar ik moet het gaan leren, want vorige week heb ik een borduurpakket ontvangen. En ik doe ook nog wel eens haken. Deze keer praat ik niet over borduren en niet over haken. Maar wel over breien en ik laat een klein naaienprojectje zien. Wat ik al eens eerder heb laten zien. Maar leuk, leuk dat je er bent. Welkom. Ik ben wat verkouden, dus misschien klinkt mijn stem wat anders. Af en toe moet ik ook even snotteren en hoesten. Maar goed, hè? Wie niet in deze tijd van het jaar. Ik heb van de week lekker op mijn dakterras gezeten. En ik denk dat ik daar nu de prijs voor moet betalen. Maar dat geeft niks. Ik heb genoten van het voorjaarszonnetje. En ik heb er echt nog meer zin in om... laten we vooral uitkijken naar mooie dagen met veel zon. Want dat kunnen we wel gebruiken, hè? Alhoewel, dagen met regen en kou en zo is ook wel lekker om te handwerken, vind ik. Maar goed, ja, dat is weer de andere kant. Handwerken op het dakterras in het zonnetje vind ik ook fijn. Eigenlijk vind ik altijd handwerken fijn. Maar goed, desalniettemin. Lekker bezig. Lekker vaag ook weer en duidelijk. Het spijt me. Als je me voor de eerste keer kijkt, sorry. Ik kan nog wel eens van de hak op de tak vliegen. Maar in ieder geval welkom. En als je me voor de 19e keer kijkt, welkom terug. Wat leuk dat je nog een keer naar mij kijkt. Want ik vind het echt zo leuk om te zien dat er zoveel mensen naar me kijken. Steeds meer mensen gaan me volgen. En ik krijg ook ontzettend veel leuke berichtjes van mensen die mijn filmpje gekeken hebben en mijn avonturen volgen. Dus ik vind het leuk en daar wil ik je voor bedanken. Ik geniet daar heel erg van. Net zoals dat ik geniet van het opnemen van de filmpjes. En het editen vind ik het heel erg leuk om te zien wat voor reacties ik daarop terugkrijg. Dus dubbel, driedubbel genieten voor mij. En dus bedankt. Dankjewel. Even denken, waar ga ik mee beginnen? Nou, ik begin maar met wat ik aan heb. Ik heb daar een ander filmpje over gemaakt. Dus dat zal ik er hier even tussen zetten. Zo. Ik dacht, ik film eventjes zo. Als ik in het stoeltje zit, zie je eigenlijk nooit zo goed wat ik aan heb. Dus ik denk dat ik voortaan probeer, als ik iets nieuws heb, om het op deze manier te doen. Dit is mijn holiday slip over. De achterkant en de voorkant worden hier gescheiden natuurlijk door een splitje. En dat had wel iets langer gemogen, maar op zich goed. Terug naar het stoeltje. Ja, ik dacht... Dat is wat duidelijker, want als je mij zo altijd maar voor de helft ziet en je ziet eigenlijk helemaal niet wat ik aan heb, ik denk dat moet niet. Ik moet het op een andere manier gaan doen. Zo zie je, ik leer steeds meer, weer beter om dingen weer te geven aan jou om te laten zien wat ik heb gemaakt. Dus ik hoop dat dit, het wordt dus wel iets meer editen, maar dat geeft niet, vind ik ook heel erg leuk om te doen. Maar goed, dit is dus mijn holiday slipover. Ik ben daar al een tijdje geleden aan begonnen. Het heeft even stilgelegen, omdat ik het... ik was niet helemaal mee eens hoe het verloop ging. En er kwamen andere leukere dingen tussendoor, dus ik had het even aan de kant gelegd. Maar vorige week dacht ik, nou, het moet nou toch maar eens een keer af.
En ja, is eigenlijk hartstikke fijn. Het is een heel fijn stuk om te hebben in mijn garderobe. En ja, ik draag hem graag over ja, bloesje, truitje. En ik denk straks ook over een t-shirt. Ik heb hem gemaakt van. Ik ga het even pakken, want ik heb alles naast me gelegd. Ik heb hem gemaakt van drie draden die ik samen hield. Deze twee garens. Dat zijn twee garens van Etna. Jerbo tweedraadse wol. Kijk, als ik het nou zo doe, is het helemaal prachtig. Tweedraadse wol in de kleur Natuur en de. Hoe heette die andere kleur nou? Naturel en Natuur off-white of niet. Ze hebben zeg maar wit. En dan, dat is niet dit, ze hebben dan deze en deze. Dus je hebt wit en dan deze twee. Deze twee heb ik samengehouden met deze groene mohair. Die kreeg ik van Knit Shop Italy. Ik heb dit denk ik al eerder laten zien toen ik eraan begonnen was. En deze drie draden hield ik samen. En daarmee kreeg ik dit resultaat. Mijn holiday slipover. Ik heb dat draadje mohair erbij gedaan voor het fluff. Want ik vind het heel leuk als je zeg maar zo erlangs en over je schouder krijgt dat je de fluff ziet. Eigenlijk voegt het niks toe. Maar niet aan het. Nou, het is maar zo'n dunne draad. Dat het eigenlijk niks toevoegt aan het gewicht van voor het garen of voor de naald. Of, het is puur echt alleen maar het optische. Het fluff. En natuurlijk dat het een hele andere kleur is. Een beetje groenig. Het heeft ook een beetje een groene zweem. Maar door de twee witte kleuren en de groen, ja, trekt het allemaal mooi bij elkaar. En ja, vind ik het een heel leuk geheel geworden. Daar ben ik echt wel heel erg blij mee. Ik vind de Holiday Slipover ook echt een heel leuk patroon om te maken. Ik ga hem zeker volgende winter nog eens een keer maken. Maar dan in een andere samenstelling. Misschien wel gewoon met één dik garen. Misschien met Adelvos Lopie of zoiets. Maar voor nu vind ik het goed dat ik deze heb. En ja, deze kan ik natuurlijk van de zomer ook nog wel dragen. Alhoewel het wel wol is, 100% wol. Dus ik weet niet of dat wel zo lekker draagt. Maar ja, voorlopig is het nog geen zomer. Dus kan het nog wel eventjes. Dit garen trouwens, het tweedraadse ul, heb ik gekocht bij Etna. Als je mijn filmpjes kijkt, weet je dat er momenteel een actiecode loopt. Dat je 25% korting krijgt op alle garens, dus ook op deze. Dit hebben ze in tweedraads, driedraads en vierdraads. Ik heb ondertussen met de 2 en de 4 al een keer iets gebruikt. De 3 nog niet, die heb ik wel aangeschaft, want ik heb ook gebruik gemaakt van mijn kortingscode. Maar ja, dat heb ik hier nu niet liggen, dus ga ik ook niet laten zien. Flauw, hè? Nou ja, maar dit heb ik nog. Ja, ik had drie strengen en ik heb zeg maar twee strengen gebruikt en van de derde een klein beetje. Dus ik heb dit nog over om in een ander project eens een keer te verwerken. Want het is wel echt heel fijn garen. Het is 100% wol. Dus zeker een aanrader en ook wel redelijk betaalbaar, vind ik. Zeker nu met de kortingscode. Als je interesse hebt in de kortingscode, die zal ik onder in de show notes zetten. 25% korting met mijn naam, Luna Sternit. Als je het nog een keer na wil lezen, zet ik hem even onderin in de show notes. Daar schrijf ik alles waar ik over praat. Ook over dit patroon en andere patronen waar ik het allemaal over ga hebben vandaag. Dus wil je het nog eens op je gemakje nalezen, kijk zeker even daar. Ja. Ik voelde echt een gigantische hoest en niesbui aankomen. Dus ik zette hem even op pauze, sorry. Tot zover mijn holiday slipover. Ik ga me zo nog een keer omkleden, want ik heb nog iets klaar. Het is een grote verkleedshow. Daarover heb ik al eerder verteld. Ik heb er ook filmpjes van gemaakt, wat ik heb afgemaakt. Ja, die ga ik laten zien en dan ga ik mij omkleden. Ik heb wel een disclaimer. Ik heb een filmpje gemaakt waarin ik laat zien wat ik nu af heb. Daar was ik van de week mee bezig. Ik ga er helemaal van stotteren. En daarnaast heb ik een filmpje laten zien waarin ik mijn soldotna draag op verschillende dingen. In het filmpje zeg ik consequent verkeerd soldotna niet, maar ik zeg ranunculus. Ik zal het in het filmpje inmonteren, maar het gaat dus echt over de soldotna crop. Het truitje wat ik vorige week aan had op de vlog. En waarbij ik zei van ik zal laten zien hoe ik het op verschillende dingen draag. Dat heb ik gefilmd.
Maar ik noem het dus elke keer ranunculus. Houd maar even op dat de snottenbellen in mijn hoofd zaten. En als je één keer een foutje, als je het één keer fout zegt, dan blijft het consequent fout gaan. Dus dat voeg ik hierin en dan ga ik me even omkleden. Nou, ik ging eventjes mijn Esther shirtje passen om te kijken hoe ver ik ben. Ik heb er een draad in zitten. Ja, ik heb het centimeter in mijn hand. En ik had net een nieuw bolletje aangehecht van de bruin. En ik dacht, ik zal eens kijken hoe ver ik eigenlijk ben op mijn kleding. Want ik vind het wel heel fijn om dat tussendoor toch te passen. Want in het patroon staat vaak wel, dat gaat tot zover en dan begin aan de boord. Maar ik vind het gewoon fijn om te passen, om het echt te zien. Ik kan mezelf ook niet aankleden, hè. Ik vind het gewoon fijn om te zien hoe het staat op mijn kleding. En zeker op de kleding waarop ik het wil gaan dragen. Ik gok dat dit ongeveer 30 centimeter zal zijn. Ik ging het even meten. Het is een beetje gek meten bij jezelf. 25. Ja, ik gok dat ik ongeveer hij krult op, hè. Ik ga nog 5 centimeter hier aanbreien. En dan of nog, nou, niet eens 5 centimeter. Oh, ik schop tegen het statief, sorry. Ik ga strakjes een klein stukje eraan breiden en dan aan de boord beginnen. En dan de mouw. Maar toen ik dit dus aan het passen was, dacht ik van, ik had het vorige keer over met mijn ranunculus. Hè. Ik ga deze even uitdoen. Hoe ik dat nou eigenlijk stijl. En ik denk, misschien is het wel heel erg leuk om te laten zien hoe ik dat dan stijl. Of hoe ik dat dan, hoe, ja, stijl. Ik ben natuurlijk geen stylingdeskundige. Maar ik heb mijn ranunculus hier gepakt. En ik heb nu gewoon een spijkerbroek aan met een wit blouseje. Ik draag wel heel graag blouseën. Even pakken. En dit is mijn ranunculus. En sowieso kan ik laten zien dat het eigenlijk met op allerlei manieren toch leuk is om te dragen. Kijk, dit zou heel leuk zijn. Als ik nou net dat truitje van net had, misschien leg ik hem er straks wel op. Kijk, met een wit blouseje en een spijkerbroek is dat natuurlijk hartstikke leuk. Maar ik heb ook mijn hinterland jurk. Die ga ik even aandoen. Dan zet ik wel even jullie op pauze, want dat duurt denk ik te lang. En dan kan ik laten zien hoe ik dat hiermee stijl. Ik heb nou mijn hinterland jurk aan. Ik zou het zelf zo niet dragen. Maar ik doe hem dan omvouwen. En dan zet ik het. Ik heb dat nu van de week een keer gedaan. Ik vouw hem dan naar binnen om. En zet hem dan vast met kleine, van die kleine steekmarkertjes. En dan is het op zich wel heel erg leuk om het zo te dragen. Je ziet ook, eigenlijk is dit patroon kort bedoeld om op bijvoorbeeld deze jurken te dragen. Maar dit zou dan ook nog een idee kunnen zijn. Ben ik eigenlijk wel scherp gesteld? Ja, volgens mij wel. Kijk, zo kun je het dan ook dragen. En dan is het natuurlijk hartstikke leuk om zo'n kort truitje. Dan ben je ook eerder klaar. Ja, dan ben je ook eerder klaar. Dus zo kan je hem ook dragen. En dan moet je alleen even goed rondspelen. Dat heb ik voor afgelopen week een keer gedaan. Maar het is nog een werkje. En toen had ik hem toch weer uitgehangen. Maar dit is ook een optie. En dan lijkt het eigenlijk net alsof je een ander truitje aan hebt. En dan kan je hem toch lekker op je jurk aan. En heb je er veel plezier van. Het is natuurlijk nog niet echt blote benen weer. Dus ik zou hem dan dragen met een maillot. Maar niet. Ik heb gekeken wat ik voor rokjes heb. Maar ik heb eigenlijk geen effen gekleurde rokjes. Ik heb niet zo heel veel rokjes. Dus dat is geen optie. Ik heb nog wel één lange rok. Die ga ik even aandoen met stippeltjes. Dat is misschien wel een beetje druk. Maar krijg je wel een idee hoe het dan staat. Dit is op een lange rok. Ik zou het zelf niet zo dragen. Ik loop een stukje naar achteren en zie je de rok. Je ziet dat het wel kan. Maar voor mij persoonlijk, ik vind dit te druk. Met de stippeltjes in de rok. En de stippeltjes op de ranunculus. Maar het zou natuurlijk wel kunnen. Het is op zich wel leuk. Ik denk dat ik moet gaan kijken naar een effen rok. Maar zo zie je dat de ranunculus ook heel goed met korte mouwen kan. Hoe zou het eigenlijk met een korte broek staan? Dat is misschien ook nog wel leuk. Ik ga even in mijn kast kijken. Het
Het is nog een beetje krukkelig, want hij komt natuurlijk uit de kast. Maar met een korte broek zou die zeker ook kunnen. En staat hij echt wel leuk. Het is natuurlijk van een merino wol, dus je kan hem echt wel tot in het vroege voorjaar of op frisse zomerdagen dragen. Ja, ik zou zelf kiezen voor een andere kleur korte broek, maar die heb ik niet in mijn kast liggen. Maar ik zag nog wel een andere optie. Want we zitten tenminste nog in het zomerseizoen, in het winterseizoen. Dus deze doe ik even uit. Het is een beetje te heftig. Dit is hoe ik de ranunkele zeker een paar keer gedragen heb op een wollen jurk. En ik heb dan nu geen... ik ben in mijn blote benen, maar ik zou er nu nog een panty onder aandoen. Dit is zeker hoe ik het heb gedragen de afgelopen tijd. Gewoon met lange mouwen die eronder uitkomen. Het is wel mooi dat het in dezelfde grijze kleur is natuurlijk als die in de ranunculus verwerkt zit. Maar ja, zo ik zou hem nog kunnen kiezen om hem een beetje op te blouzen, maar dat hoeft in principe niet. Maar ik zal nog één optie laten zien hoe ik hem het liefste draag. Ik heb mijn hele kledingkast aan uitgetrokken, heerlijk! Dit is de manier waarop ik de ranunculus het liefste draag op een broek. Met gewoon een effen gekleurd shirt eronder. Aan het begin van het filmpje had ik een blouseje aan. Nu heb ik gewoon een effen gekleurd shirt. Dit is een zwart. Ik heb deze ook in blauw. En ook toevallig gevonden in deze roze kleur. En zo draag ik hem eigenlijk het liefste. Met gewoon lekker lange mouwen eronder uit. En als mooi pronkstuk. Eigenlijk alle eer gaat naar het werkstuk wat ik heb gemaakt, waar ik zoveel tijd en energie in heb gestoken. En natuurlijk kan het een spijkerbroek zijn of een effen gekleurde broek. Ik heb ribbroeken, draag ik ook heel graag. Maar dit is hoe ik hem het liefste draag en hoe ik vind dat mijn stuk het beste tot zijn recht komt. Als ik nu kijk naar de lengte en ik kijk naar de ester die ik hier op de grond heb gelegd, ga ik ze even op elkaar leggen, want ik denk dat mijn Esther truitje ietsje korter mag. Dus misschien ga ik straks wel al aan de boord beginnen. Of ik ga hem nog een keer aantrekken en dan even kijken. Ik dat even doen. Ik denk als ik zo kijk naar de lengte, dat Esthertje wel ietsje korter mag. Dan denk ik zo. Haar. Ja, het mag wel iets langer dan dit. Maar het mag wel iets korter dan de ranunculus. Ik ga ze even opmeten samen. En dan ga ik even beslissen wat ik doe. En dan, dit patroon heeft ook korte mouwen. Dus dat zal niet veel anders zijn dan die andere. Ik hou wel heel erg van het breien van dit soort truitjes. Ik heb er niet meer zoveel van die goed passen. Dus ik kan even de keer... Even los. Nou, bedankt dat je even hebt meegekeken bij mijn kledingkast en ik laat straks zien hoe ver ik gekomen ben met dit truitje. Ik heb me omgekleed. Ja. Ik heb me weer omgekleed. Ik heb nu mijn Esther truitje aan. Ik heb vrij snel nadat ik de passessie had gehad afgekant, of tenminste de boord gedaan en afgekant. Hij is iets korter geworden dan mijn soldot naar krop. En hij moet eigenlijk nog gewassen worden. Maar ik heb hem heel even snel gestoomd. Met mijn stoomapparaatje geblokt. En zodat ik hem aan kon voor het filmpje. En ik ben er hartstikke blij mee. Het is echt heel mooi. Dit patroon was echt al iets wat ik heel lang heel graag wilde maken. Ik heb daar vorige keer ook al over verteld. En het garen had ik dus ook al een jaar lang in huis. Dus het lag echt... Ik vond het, iedere keer als ik het zag, dacht ik, ja, ik moet er echt iets mee maken. Ik wil er ook echt iets mee maken, want ik had het echt met de intentie voor dit patroon gekocht. En ik ben er zo blij mee. Ik twijfelde eventjes over de kleurencombinatie, vooral met het bruin aan de onderkant. Maar nee, het is echt helemaal wat ik ervan verwacht had. En als ik ooit nog een keer dat nalle tegenkom, ga ik het zeker nog in mooie knalkleuren kopen om er nog een te maken. Want ik denk, dit patroon is veel veelzijdig. Het is een heel snel patroon wat ik heel snel breide. En daar ben ik echt heel tevreden over. Het heeft natuurlijk een poosje stilgelegen omdat ik mijn energie aan de Sock Madness had gegeven. Daar heb ik vorige week natuurlijk een heel lang filmpje over gemaakt. Daar ga ik nu zeker even verder vertellen hoe het is gegaan. Maar nadat dat klaar was,
ben ik blij mee. Het heeft korte mouwen, dus dat was, dacht ik al. Dat was natuurlijk vrij snel na de maal 8 rondes. En een boordje en afkanten. En gisteravond had ik een breiavondje en heb ik lekker de mouwtjes gedaan. En nu is die klaar, dus ik ben er blij mee. Heel blij mee. Dus ik heb eigenlijk 2 objecten af, eigenlijk 3. En dat is dan waar ik het nu over wil gaan hebben. Want dat is natuurlijk de Sock Madness. Vorige week had ik een heel filmpje gewijd aan de Sock Madness. En had ik je een beetje in het ongewisse gelaten over het vervolg ervan. Maar mijn sokken zijn af. En het is goedgekeurd. Ik ben door naar de volgende ronde. Super blij, want daardoor kon ik natuurlijk aan die truitje werken. Anders had ik dat nooit gedaan. Dan had ik gewoon heel de week nog een paar sokken moeten breien. Maar nee, ik ben er blij mee. De twijfels over de meerderingen voor de hiel waren ongegrond voor mij. Ik had het goed gedaan. Dus het is goedgekeurd. Ik heb het zaterdag ingeleverd. En toen ik zaterdagmiddag op mijn telefoon kreeg ik een mailtje. Gefeliciteerd, je bent door. De Sock Madness loopt, de voorronde voor de Sock Madness loopt nog tot vrijdag 12 uur. Ik neem dit filmpje op donderdag. Dat heeft te maken met dat ik in de nachtdienst moet gaan. Ik zag dan niet zitten dan als ik morgen moet slapen overdag om dan een filmpje op te nemen. Dus vandaar dat ik hem op donderdag opneem in plaats van op vrijdag. Dus de Madness loopt nog 1 dag. Misschien dat ik morgen nog eventjes een kort filmpje maak om te vertellen hoe de ronde is geëindigd en wat het vervolg is. Tot nu toe, ik heb even net gekeken, zijn er 1000 mensen klaar met de sokken. Nou zijn dat denk ik niet allemaal deelnemers, want ik weet dat de moderators van de Madness ook altijd het patroon breien, maar dat zijn er misschien 10. Dus er zijn echt wel heel veel mensen die meedoen en in totaal zijn er 1634 projectpagina's van de Hydroskills Socks. Dus er zijn zeker wel nog meer mensen in de race om mee te doen. Dus ik zal voor die mensen duimen en we moedigen ze aan vanaf de zijlijn. Ik ben door. Ik zag dat andere mensen die ik volgde bijna allemaal door waren. Ik had gezien dat Joke van Allemaal Draadjes door is. Dutch Wool Diva nog niet. Ik hoop dat het lukt. Kom op, Agnes. Je kan het. Ik weet dat je het in je hebt. Maar goed, ja, die heeft ook gewoon een bedrijf. Die heeft het ook hartstikke druk. Maar ik hoop dat ze zich in ieder geval kan plaatsen als cheerleader. En als je meedoet en je bent ook geplaatst, gefeliciteerd. Wie weet komen we elkaar tegen in een team. Want wat is het vervolg van de Sock Madness? Als alle voorrondes zijn geweest, worden de teams gevormd. Dat is altijd een verrassing wat de teamnaam is. Ik heb daar vorige keer al iets over gezegd. Het zijn iedere keer weer andere namen. Dus ik ben benieuwd wat het dit jaar gaat worden. Het is altijd wel met een grappige ondertoon. En dan is er altijd iemand wel in je team die daar weer een leuk iets over weet te vertellen. Dus ik wacht het maar af. En wanneer dat zal zijn, weet ik ook niet. Dat is ook wat de madness is. Je weet eigenlijk nooit waar je aan toe bent. Dus het is echt, ik hou ervan. En dan denk ik, ik ben gewoon met dingetjes bezig wat ik ieder moment kan neerleggen. En waar ik al mijn aandacht kan geven aan de sok. En als de sok klaar is, kan ik weer verder met de dingetjes waar ik mee bezig was. Zo was ik natuurlijk ook met de Esther begonnen vorige keer. Volgens mij heb ik daar 2 filmpjes geleden al laten zien dat ik ermee begonnen was. Toen kwam het patroon van de Hydra Skills. En heb ik de Esther aan de kant gelegd. Toen mijn patroon goedgekeurd was of mijn sokken goedgekeurd waren, ben ik weer verder gegaan met mijn Esther. Ik werk eigenlijk momenteel, ja, nu had ik helemaal geen projecten op de naalden, ondertussen wel weer. Maar ik vind het toch wel fijn om aan 1 of 2 projecten te werken. Ik ben niet iemand van heel veel projecten, want het geeft mij heel veel onrust als ik zoveel zie liggen. Dus ik ben echt, daarom... Wil ik nog een keer benadrukken dat het daarom ook is dat ik vrij snel dingen af heb. Omdat ik gewoon ergens aan begin. Ik werk bijna fulltime alleen maar aan dat object. En dan is het af. Heb jij natuurlijk 6 projecten liggen. 6 verschillende truien, dekens, sokken, weet ik niet. Noem het maar. Dan gaat natuurlijk al je tijd en aandacht verdeeld worden over die projecten. Maar omdat ik dat niet heb, lijkt het altijd net alsof ik een of andere turbobreier ben. Maar dat valt wel mee. Ik werk gewoon altijd maar aan 1 ding tegelijk. Of een paar sokken ernaast. Maar voor de sokmensen gooi ik alles aan de kant.
En ga ik aan de mattes breien. Dus ja, mijn hydra skills zijn af. Ik zat erover na te denken. Ja, ik weet natuurlijk niet hoe ver ik ga komen in de strijd. Maar mijn hydra skills ga ik van de blokker afhalen. En op mijn rekje hangen achter mij. En ik zou het heel leuk vinden als ik in de loop van de tijd dat er steeds meer sokken bij komen. Want het lijkt me echt grappig om, ja, mee, om ver te komen. Ik ben ooit een keer tot de vijfde ronde gekomen. Dus ja, ik doe mijn best. En ja, misschien lig ik gelijk in de volgende ronde wel eruit. Nou ja, dan was het van korte duur mijn plan. Maar dat is het plan wat ik hiermee heb. Dus dat gaat zeker. Ik ga ze strakjes, als ik klaar ben met opnemen, ophangen. En ja, de volgende keer zie je ze dan achter mij hangen. Als ik weer op mijn blauwe stoeltje zit. Ik kijk even in mijn boekje wat ik nog wilde vertellen. Ja, dus vandaag is het de 29e. Vrijdag om 12 uur sluit de kwalificatieronde van de Sock Madness. En misschien dat ik morgenmiddag nog eventjes een kort opnametje doe achter mijn hele verhaal. Met hoeveel mensen er klaar zijn en of ik al iets weet van het vervolg. Het vervolg is gewoon veel wachten. Dus in mijn volgende filmpje hoop ik dat ik wel een nieuw patroon heb gekregen en dat ik aan de gang ben. Maar het kan ook zomaar zijn dat ik dat dus nog niet heb. Dus dan zien we wel weer. Dat was het over de Sock Madness. Ik denk dat ik daar nu wel genoeg over verteld heb. Ja, ik zit even te kijken wat ik hier... Ik verzamel alles allemaal naast me. Zodat ik het... Want hier naast me staat het logeerbed. Daar zie je natuurlijk mijn sprei op. Ik kreeg daar pas nog een opmerking over. De kussens die erop liggen zijn inderdaad gehaakt. Het was een haakdeken en die heb ik verknipt. En daar heb ik kussenslopen van gemaakt. En beneden op mijn bureaustoel een hoes voor de rugleuning. Want het was een deken waar ik niet tevreden over was. Dus ik heb nu nog... Twee dekens aan de, hoe noem je dat? Een progress, waar ik mee bezig ben. Eén haakdeken waar ik van de week naar keek, dat ik dacht, ja, daar moet ik eigenlijk ook wel een keer wat mee. Want die is echt bijna af. Dus ja, dat is misschien iets wat ik voor het voorjaar wil doen. Dat ik mijn deken inderdaad voor het voorjaar af wil hebben. Zodat ik lekker buiten onder mijn mooie dekentje kan zitten. En dan ben ik nog steeds met mijn North Easterly blanket bezig. Nou, dat ik dacht, ik doe elke maand een rijtje. Maar dat is tot nu toe nog niet gelukt. Dus misschien moet ik daar ook eens een keer een week veel aandacht aan besteden. En kijken hoe ver ik daarmee kom. Misschien is dat wel een leuke uitdaging om te gaan doen. Maar ja, tot zover had ik nog steeds allemaal andere leuke dingen die ik wilde maken. Dus ja, kwam het er niet van. Maar goed, dat maakt niet uit, toch? Ik was afgelopen zaterdag in Dordrecht in de winkel van Rebel with a Twist. Ik had daar een workshop under construction van Natasha Hornby. En een hele leuke workshop vond ik het. Als je in de buurt woont van Dordrecht en je kunt naar de winkel, het zou het zeker doen. Ik was echt onder de indruk van de winkel. En ook van de workshop. Ik heb er echt veel van opgestoken. Dat ging voornamelijk over constructies van haar patronen. Hoe zij bepaalde constructies deed en hoe je dat kon doen. En ook hoe je bepaalde dingen samen kan breien. Iets wat ik zeker in andere projecten ook zou kunnen gaan gebruiken. Ik vond het heel erg leuk om het op die manier te leren. Er waren best wel veel dames. Dat had ik eigenlijk... ik wist niet zo goed wat ik ervan moest verwachten. Dus... ik had niet verwacht dat er zoveel dames zouden zijn. En ik vond het echt heel erg leuk om op die manier een keer dat te doen. Ik heb nog niet eerder in zo'n groepje gebreid. Binnenkort heb ik wel zo'n handwerkdag waar ik ook heel veel zin in heb. Dus dat wordt dan voor mij ook voor het eerst. En ja, dit was een voorproefje daarvan. En ik heb er echt van genoten. Ik heb er wel wat dingetjes van gefilmd. Maar niet van de mensen die daar waren. Staat op Instagram wel... Op de site van Rebel with a Twist een reel hebben ze gemaakt. Daar kom ik ook in voor. Kijk of je me herkent. Maar ik zal wat ik heb gefilmd eventjes hier invoegen. En dan kan ik verder vertellen over mijn volgende plan. Thank you.
Ja, ik vind het echt een hele leuke winkel. Echt in een mooi pand. Ik heb begrepen dat ze pas verhuisd is. Ik heb er echt heel veel inspiratie op gedaan. En zoals je ook in mijn filmpje zag, zag je natuurlijk ook de beestjes voorbij komen. En ik heb nog steeds het patroon van de Bunny O'Deal. Wat ik natuurlijk van plan was om te gaan maken voor een bepaalde knitalong die niet doorgaat. Maar dat mag de pret niet drukken. Ik ben van plan om wel mijn konijntje te gaan breien. Dus ik had daarvoor van Esther dit garen gekregen. Een durabele sok. En daar ga ik het zeker in maken. Maar bij de winkel van Rebel With A Twist zag ik ook het konijntje in een bruinige kleur. En dat vond ik eigenlijk zo leuk dat ik ook deze kleur heb aangeschaft. Van Sauna Wool. Wool Dreamers. Deze mooie beetje bruin-grijzige kleur. Dus ja, ik denk dat het worden twee. Ik wil heel graag twee konijntjes breien. Eerst ga ik deze doen die Esther voor mij had uitgekozen. En dan wil ik deze gaan maken. Dus misschien is dat wel iets voor mij om tussen de Sock Madness door te gaan doen. Want ik vind het zo lief konijntje. En ik hou echt van de patroontjes van Cynthia Vallée. Ik had ook gezien dat boek wat ze heeft geschreven. Dat heb ik op mijn verlanglijstje gezet. En ik zag pas een filmpje van iemand op YouTube. Die heeft alle beestjes uit het boek gebreid. Ik vond het zo aandoenlijk. En ik hou er zo heel erg van al die beestjes. Ik vond het echt, die vrouw was helemaal enthousiast over de boeken en over de beestjes. En ze heeft ze allemaal gemaakt. En toen dacht ik, ja, dat is toch wel echt leuk als je dat boek hebt en je gaat alle beestjes eruit maken. Want ik hou echt wel van kleine frummeltjes breien. Maar ik zit nog een beetje op een soort grote dingen breimodus. ik weet niet zo goed wat ik heb. Ik wil alleen maar dingen voor mezelf breien. Ik ben best wel een egoïstische breister de laatste tijd. Terwijl ik voorheen echt voor iedereen sokken en sjaals en allerlei dingen breid. Ik heb natuurlijk vorig jaar voor mijn dochters wel Hildegard vestjes gebreid. Mijn ene dochter stuurt me nu allerlei Instagram reels en foto's van mooie kleurwerk, truien, vesten. En ze heeft de site van Kute van Kika ontdekt. En ze heeft wel laten weten dat ze het heel leuk zou vinden om daar iets van te krijgen. Maar ik houd de boot nog een beetje af, sorry. Erg. Ik ben nog een beetje, ik denk alleen een beetje aan mezelf momenteel. Mag toch? Het voor jezelf breien is ook veel makkelijker. Want dan kan je het even tussendoor passen. En dan kan je denken, oh nou ik doe even dit, ik doe even dat. Mijn man zou dan ook nog wel gaan. Daar wil ik van de zomer een trui voor breien. Maar als mijn dochter woont niet meer thuis. Dus dan als ik ze dan moet laten passen, moet ik haar contacten. Zij werkt ook in de zorg, dus onregelmatig. Het zal best wel lukken allemaal natuurlijk. Maar ik wil dan altijd gewoon doorgaan. Dat kan dan niet. Dus ik moet daar eventjes een weg in gaan vinden. Maar ik ga zeker voor haar ook iets maken. Vind ik echt heel erg leuk. Want ja, ik kan nu mijn kast is, als het vol is, is het vol. Hè? Genoeg is ook genoeg. Wat ook mij ook brengt op genoeg is genoeg. Dat ik denk, ik wil nog één patroon kopen van de Sunday Cardigan. Want er zit in mijn maartplanning. Dat is een patroon wat ik nog niet heb. En dan heb ik bedacht dat het even genoeg is wat ik heb qua wol en patronen en qua plannen om te maken. Dan wil ik het eventjes proberen uit te zingen tot de zomer. Kijken of dat lukt. Ik mag natuurlijk alles kopen wat ik wil. Ik mag alles doen wat ik wil. Maar ik moet ook gewoon kijken wat ik heb. Ik heb echt wel dat ik denk, nou ik kan vooruit, voldoende vooruit. En ook met wat ik wil gaan maken voor de plannen die ik heb, heb ik de wol in huis. En heb ik genoeg om mee vooruit te komen. Ik denk zeker wel tot na de zomer. Dus ik ga kijken of het me lukt. Ik wil mezelf geen belemmering opleggen, want ik ken mezelf. Als ik zeg dat mag niet, wil ik het juist. Maar ik wil gewoon proberen dat eventjes niet te doen. En ik wil heel graag kijken. Ik wil graag een beetje opmaken. Ik heb natuurlijk zoveel wol gekregen de laatste tijd. En daar wil ik ook gewoon mooie dingen van maken. Want dat is het ook waard. Die wol is ook gewoon
ja, die roept ook om iets mooi te worden. Net als dit heeft een jaar in de kast gelegen. En ik vond het elke keer zo jammer dat ik het zag. Dat ik dacht, ja, het moet toch echt gewoon iets worden. Wat me wel... Ja, dat heeft me wel wat gedaan. Dat ik dacht, ja, het is gewoon leuk om te kopen allemaal. Maar je moet er ook wat mee maken. Dus ja, ik ga aan de slag. Ga ermee aan de slag. Daar kom ik bij mijn plannen voor maart. Ik had natuurlijk al een beetje... Ja, ik heb vorige maand dat niet verteld. En eigenlijk deed ik dat nooit. Maar iemand in mijn breigroep maakte een soort maandplanning. Waarin ze zegt van, nou, ik wil hier aan werken. En dit wil ik, zou ik graag af willen hebben. En ik dacht, ja, dat is misschien wel een goed streven om te proberen. Ik ben niet zo'n hele erge planner. Meestal als ik iets plan, dan komt er altijd van alles andere dingen tussen. Dus ik kijk eventjes wat er gaat komen van mijn planning. Maar ik had op mijn planning voor maart heb ik 4 dingen staan. Eigenlijk 5. De madness is iets wat natuurlijk gewoon doorloopt. De sock madness. Ik krijg een patroon. Daar moet ik wat mee om verder te komen in de madness. Doe ik er niks mee, dan stopt dus de madness voor mij natuurlijk. Kan ik nog wel breien, maar dan zit ik niet meer in de rol van deelnemer. Dus dat ligt sowieso. Dan moet ik kijken hoe dat komt. Maar daartussendoor wil ik projecten doen die niet te moeilijk zijn. Waarbij ik gewoon, die ik gewoon weg kan leggen. Die ik dan een week niet aan kan raken. En waar die ik dan gewoon weer op kan pakken. En snap waar ik mee bezig was. Want soms heb je zulke ingewikkelde dingen. Dat je dan echt weer helemaal moet inlezen in een patroon. En dat wil ik eigenlijk niet. Dus ik wilde simpele dingen wil ik maken. Die ik weg kan leggen en weer makkelijk op kan pakken. Nou, dat is dan in ieder geval het konijntje. Hè? Bunny Odile gaat er komen. Daar wil ik eigenlijk, moet ik even kijken. Maar daar wil ik binnenkort aan gaan beginnen. En waar ik ook aan wil beginnen is de Sunday Cardigan. Met de Alfos Lopi die ik heb gekocht op vakantie. Toen ik in februari in IJsland was. Ik weet dat Alfos Lopi is natuurlijk wel, wordt natuurlijk wel een dik winter. Eigenlijk een wintervest. Maar ik dacht als ik... Ik zat van de week, was het natuurlijk een heerlijk zonnig dagje. En ik zat eventjes op mijn terras, op mijn moestuinbankje. En het was best fris. Dus ik dacht, ik kan nu eigenlijk best wel zo'n warm vest gebruiken. Dus ik dacht, nou die kan ik nog maken. En voor de maand maart opzetten. En dan kan ik in ieder geval kijken of ik die dan nog deze maart, april kan het ook nog best fris zijn. Kan ik die nog lekker aan in mijn tuintje als ik daar in het voorjaar, in het waterige voorjaarszonnetje zit. Dus dat is in ieder geval wat ik, dat patroon moet ik nog aanschaffen. En dan ben ik voorlopig even klaar met aanschaffen. Als ik dat nou vandaag doe, dan heb ik voor de maand maart geen grote uitgaven staan. Oh, dat ga ik zo nog even aanschaffen. En dan heb ik voor de maand... Ja, dan kan ik vanaf 1 maart, want dat is morgen... Kan ik zeggen van nou, dan is het eventjes mooi geweest. Ik weet dat meer mensen dat doen en dat heel goed kunnen. Ik heb mezelf nog nooit zo'n beperking opgelegd. Dus ik moet gewoon even kijken hoe ik daarmee omga. Dus dat is mijn planning... Het Sunday cardigan wil ik maken in een Alfos Lopi in ieder geval. Het konijn wil ik gaan maken. Ik wil aan de madness werken. Mocht ik heel veel tijd over hebben in de tussentijd, wil ik heel graag een beginnetje gaan maken aan de Tolstati. In deze bol die ik heb ontvangen van Knit Shop Italy. Toevallig hield ik dit een beetje bij elkaar. Dacht ik, ah, het heeft wel wat van elkaar weg. Maar dit is wel echt wel dikker. Maar dit is een katoen wool blend. En deze draad is vrij dun. Dus moet ik sowieso samen gaan houden. Voor een Tolstati. Want dit lijkt me heel leuk ook voor het voorjaar. Om hier een Tolstati van te maken. Maar ja, dat is iets als ik denk. Nou, misschien heb ik hier tijd voor over. Ligt aan hoe snel de madness gaat. En hoe snel ik daar met mee ga. Dus het is allemaal, hangt allemaal een beetje af van af. Of. Maar dat zijn in ieder geval mijn Sunday cardigan. Oh ja, en ik ben nog iets opgezet. Omdat ik geen werkjes meer had. En ik toch eventjes een soort makkelijk werkje wilde. Maar het patroon voor de Sunday cardigan nog niet in mijn bezit had. Die heb ik dan straks wel. Heb ik nog een Vertices Unite opgezet. Dit patroon heb ik een tijdje geleden gekregen van een hele lieve vriendin. De Vertices Unite van Westknit, van Steven West.
is een modulair gebreide sjaal. Dus ik dacht, omdat ik bij de workshop van Natasja was geweest, wat ook. Och, ik trek het helemaal van mijn naalden af. Nou, wat een feest. Erg. Nou mensen, ja, dat is natuurlijk verschrikkelijk. Maar goed, dit leg ik er zo wel weer op. Dit is het begin van mijn Verticus Unite. Ik trek dus echt gewoon een hele naald eruit. Want ik had er geen naaldstopper op. Die maak ik in blauw met wit. En ik weet niet of je de bolletjes herkent. Maar dit zijn dus bolletjes die ik over heb. En eigenlijk gekocht had om te breien. Om aan mijn Esther shirt te breien. Dus het shirt wat ik nu aan heb. Daar had ik eigenlijk in eerste instantie ook deze blauw. Omdat ik niet goed wist hoe ik de kleuren wilde verdelen. Maar deze kleuren had ik gekocht voor de Esther. En ik heb daar best wel veel van over. Ik heb nog een volle bol bruin ook. Dus ik dacht, dit ga ik maken in een Verticus Unite. Want ook als ik dan op mijn balkonnetje zit straks in mijn Sunday cardigan. En heb ik lekker de Verticus Unite om te slaan. En sowieso wilde ik die sjaal een keer breien. Dus het lijkt me echt een heel leuk project. En volgens mij is het echt wel een lekker... voorlopig het eerste gedeelte is een ontzettend no-brainer. Dus precies wat ik nodig heb. Want ik ga ook weer nacht in. Dus dat is lekker. Dat is iets wat ik kan pakken als het kan. En als het nood aan de man is. Of als er iemand mij nodig heeft. Dan kan ik het neerleggen. En ja, prima. Het is een project wat denk ik wel iets langer gaat duren dan de maand maart. Maar dat vind ik niet zo erg. Dus die vier projecten. Of vijf eigenlijk. Hè? Want ja, is de madness is eigenlijk het hoofdproject. En die andere dingen die doe ik, ga ik er tussendoor doen. Ik weet dat het wel een beetje hoog gegrepen is. Maar ik ga er in ieder geval aan beginnen. Dus dat zijn mijn plannen voor de maand maart. En ja, daar wil ik het mee doen. Dus als dit filmpje online komt, is het 2 maart. En ik hoop dan dat ik eind maart mijn Sunday cardigan af heb. In ieder geval een konijn. Dat ik een heel end ben met mijn Verticus Unite. En dat ik nog 1 madness, of misschien wel 2 madness sokken heb gebreid. Dus dat lijkt me heerlijk om de maand maart mee te kunnen afsluiten. Maar goed, dan moeten we eventjes wachten. En ja, ik hou je op de hoogte hoe dat gaat de komende maand. En ja, kijk vooral mijn filmpjes. Dan weet je hoe het verlopen is. Eind van de maand zit ik er zo bij. Maar heb ik wel al die spullen. Zou wel mooi zijn. Even kijken hoor. Ja, ik heb hier... vorige keer heb ik verteld dat ik een cadeautjesmand wilde aanschaffen of maken of doen. Voor de knitalong die ik organiseer. Ik organiseer natuurlijk de Seasonal Sokkelong. Ondertussen zijn mijn sokken gewassen die ik gebreid heb voor de Seasonal Sokkelong. Dus die ga ik even op de blokkers doen. Ik heb een sokkelong georganiseerd. De Seasonal Sokkelong. Die loopt het hele jaar 2024. En voor de winter. Ik heb bedacht voor elk seizoen een paar sokken te breien. Winter, lente, zomer en herfst. En ik heb gekeken, de winter begint geloof ik op 20 december. Dus het laatste stukje van december van 10 dagen, die laat ik voorbij gaan. De winterpatroon zijn de Winter Stroll Socks. Een patroon wat ik hieronder heb gelinkt. Als je nog mee wilt doen, dan kan dat nog. Want het winterpatroon loopt nog tot en met 20 maart. Op zaterdag 23 maart komt er een nieuw filmpje van mij online. Sowieso daartussen ook nog, maar elke zaterdag plaats ik natuurlijk een filmpje. Zaterdag 23 maart maak ik het patroon bekend voor het lentegedeelte. En daar hebben we dan wel weer eventjes de tijd voor. Want de lente die zal natuurlijk tot in juni duren of zo. Ik weet niet precies. Maar ja, dat ga ik dan in dat filmpje allemaal vertellen. In datzelfde filmpje ga ik ook de trekking doen voor de prijzenpot die ondertussen een aardige pot is geworden voor het winterpatroon. Nou, dit zijn in ieder geval mijn winterstrolsocks. Ik heb ze gedragen, dus ze zijn een beetje pluizig. Het is een hartstikke leuk patroon met hier een soort ijssterretje en verder een klein werkje tussen de
tussen de steken, hoe noem je dat, tussen rechte steken, een klein werkje met averechte steken. Heel erg leuk. Een DK-patroon. Ze waren echt super snel klaar. En ik vond het echt een heel leuk patroon. De ontwerpster van het patroon had mij nog een berichtje gestuurd. Dat ze het zo leuk vond dat ik haar patroon had gebruikt voor om een knit-along te hosten. Dus ik ga nu degene die ik heb uitgekozen voor het lentepatroon ook een berichtje sturen. Om te vertellen dat ik haar patroon heb uitgekozen voor de seasonal sokkelong 24 lente editie. En dus dan zal haar patroon wat vaker gebruikt gaan worden. En zal ze weten dat het bij mij vandaan komt. Want ik vond het wel heel erg leuk dat de ontwerpster mij gevonden had. En mij had getraceerd. En ze vond het ook heel erg leuk. Want haar patroon is best wel veel gebruikt. Als je ook op Instagram klikt op de hashtag seasonalsokkelong24. Ik zal hier wat invoegen van de mensen die dat hebben gedaan. Dan zie je alle sokken die gebreid zijn voor de seasonalsokkelong24 wintereditie. De winterstrol sokken. Dus dat is heel erg leuk. En ik ga met goede moed. Gaan we verder naar de zomer. Nou, het prijzenmandje. Het is geen mandje geworden, maar een kratje. Want ik had geen mandje. Dus ik had wel een kratje. Dus ik dacht, nou, dat hoef ik dan ook niet te kopen. Ik had natuurlijk zelf deze streng garen beschikbaar gesteld. Van Yerbo en Merino sokkenwol. Hartstikke mooi. Daarbij heb ik deze Tencel Raggi gestopt. Met een patroon. Voor handwarmers. Die heb ik natuurlijk in mijn influencer pakket gekregen. Iemands autoalarm gaat af. Die hoef je natuurlijk niet van deze wol te maken. Maar het is het idee dat je het van deze wol komt. Het is wel een ontzettend leuk patroon. De patronen kun je gratis vinden op de site van Etna. En de patronen van Yerbo zijn sowieso wel echt leuk. En de Tencel Raggi heb ik gekregen. Heb ik natuurlijk van Leontien, de Navy Knitter, de Yarn Cozy gekregen die erbij zit. En ik heb dan nog zelf wat dingetjes, een zakje gemaakt met wat stickertjes, wat naaldstoppers en hoe heet die dingen? Steekmarkertjes. Er komen nog wat steekmarkers aan. Ik zag nog ergens iets heel erg leuks en toepasselijk. Dat heb ik nog besteld, maar dat heb ik nog niet binnen. Maar dat komt er ook nog bij. Dus dit is het prijzenpakket voor de knit-along, de seasonal sokkelong 24. En voor de wintereditie. En als dit dan 23 maart maak ik bekend wie dit gaat ontvangen. En dan ga ik het mandje opnieuw vullen voor de zomer. Lente. Dan gaan we naar de lente. Voor de lente-editie. Dus je hebt nu nog 3 weken de tijd. Wil je nog meedoen? Dat kan. Het patroon is gratis te downloaden op Ravelry. Het staat hieronder in de beschrijving hoe je daar aankomt, hoe je daarbij kunt komen. En laat me zeker weten als je meedoet. Tag me erin op Instagram en gebruik de hashtag. Die zal ik hier in beeld zetten. En dan hebben we met z'n allen straks mooie winterstrol sokken. En ik heb echt wel zin in een paar lente sokken. Gelukkig mag ik daar dan ook weer 3 maanden over doen. Want met die sok madness wordt het natuurlijk wel een heel sokkenparadijs weer dit jaar. Dus tot zover. Ik heb mijn handwerkboekje bijgewerkt. Ik moet nog aardig wat foto's inplakken. Maar ik wil volgende week in mijn filmpje daar maak ik een kort filmpje over om te laten zien hoe mijn handwerkboekje er tot nu toe uitziet. Ik vind dit heel erg leuk. Ik heb in december dat ook laten zien hoe ik het heb gemaakt aan de voorkant. Maar ik heb nu natuurlijk nog niet de binnenkant laten zien. Dus ik wil volgende week in ieder geval de maanden januari en februari laten zien hoe ik dat gedaan heb. En ik moet zeggen, het raakt al aardig gevuld. Dus ik loop alleen achter met foto's uitprint. Dus ik ga de steek opnemen van mijn Verticus Unite. Dat is wel heel vervelend. Daar heb je nou naaldstoppers voor. En die heb ik ook in grote hoeveelheden. Maar dan moet je ze ook gebruiken. Vond je dit nou een leuke video? Dan vind je hier of hier een suggestie voor een andere video van mij. En volg je me nog niet, volg me dan. En ik zie je graag volgende week weer. Doeg!